Goedemiddag, woensdagmiddag 1600 uur, dus het is weer tijd voor de Q&A met Maurice de Hond. Nou, we gaan even de cijfers eens doornemen, want op dat begin ik even mee, omdat daar wel iets belangrijks aan de hand is. Nou ja, dit was wat je nu ziet, weer de cijfers van de RIVM. Hè? Ja. Dat is gewoon duidelijk wat daar aan de hand is. Even kijken, mijn scherm, even kijken of je moet er misschien iets meer zo, ja. Toch? Ja, is prima. Ik zie er goed bij. Beter. Nou ja, dan zie je de toename. Nou ja, dat is die toename die we ook steeds bij de GGD zien. Dat is een toename was toen van ongeveer 40%. De ziekenhuisopname, die ook een toename, maar met 20%. En de IC-opname gaat dus ook met 25%. En de overlijdensgevallen stijgen met dat percentage. Dan krijg je nog dit. Is heel belangrijk om even te kijken. Dat zijn namelijk aantal ter bevestiging van positieve zelftest. Positieve test. Die zit 54.000 mensen. En dat is nog steeds die 85% waar ik het over had. En de restant, dat is een stijging van 12% naar 15%. Oké. Dus de afgelopen week, totaal van die week, zie je die cijfers. Maar nou dit. Dit zijn de GGD-cijfers. En zoals ik al eerder heb gezegd, van alle cijfers die je krijgt, zijn dit de meest stabiele om te analyseren. Dus als je de RIVM hoort, dan is er computerstoornis enzovoort. Mm-hmm. En dan moet je naar dit percentage, dit laatste kijken. Dit is de groeifactor. En al een hele tijd zien we dat die groeifactor rond tussen de 40, 50, zie je allemaal cijfers, ja. 69, 56, nou dan een keer 39. Maar kijk wat er de afgelopen week aan de hand is. 0,34, 36, 29, 23, 22. Dit was zondag 16. En maandag was het maar 14% stijging ten opzichte van de maandag daarvoor. Nu zeggen mensen, ja, dat komt omdat helaas of zo de testcapaciteit maximaal is. En dat eigenlijk moet het er meer zijn. Nou, het punt is alleen dat als dat waar was, dat echt een stijging zou zijn, dan zou je hier ook een verdere stijging van percentages zien. Dan hebben we dat wel gezien vorige week, een percentage. Maar ik kan het niet 100% zeggen, maar wat je vaker ziet in landen met een hele snelle stijging, dat er op een gegeven moment een plateau komt en dan weer een hele sterke daling. En het zou kunnen zijn dat dit toch een teken is dat we in de richting zijn van dat plateau. Levitt is die Amerikaanse professor, die voor elk land ook voorspellingen maakt. En die gaf ook voor Duitsland aan dat er ook daar een plateau aan het aankomen is. Ergens tussen nu en 2 weken voorspelt hij daar de omslag. En dan gaat het snel. Dus en je ziet het op deze manier, ziet het ook een beetje terug. Want dit is naar leeftijd. En je ziet bij bepaalde leeftijden toch, kijk, zie je dit? Ja. 60, 69. Dit is 70, 79. Ja, dat is een stabilisatie. En dit zijn wel de groepen waar de meeste ziekenhuisopnames uitkomen. Mm-hmm, ja. Nou, en dan, ja, ik zie niet in waarom nou, ik weet niet 100% of dat komt door het afnemen van capaciteit. Want waar je de sterkste stijging ziet, is hier en hier. En dat is onder de 20 jaar. Daar loopt de stijging het snelste door. Als je deze groep, laat ik zeggen, het niveau van dit had, zaten we op landelijk niveau al rond de stabilisatie. Dus waar het nog echt het hardste gaat, is juist, laat ik zeggen, op het niveau van scholieren. Maar bij de anderen begint het om te slaan. Dus dat is, ja, wellicht een lichtpuntje. Een lichtpuntje voor ons. Echt. Ja. Dit is dan de, hoe heet het, de rioolcijfers. En die zag je inderdaad hier omhoog komen. En dit, ja, het is, of dit nou weer een stabilisatie is of niet, dat is nog ook weer te vroeg. Die cijfers wordt wisselend overgedacht wat die nou precies zeggen. Er wordt vaak gezegd dat die een soort na-eil-effect hebben. Dat hij dan een tijd hoog blijft staan voordat hij verder gaat dalen. Maar ik zeg maar nog niet zoveel. Maar was dit testen voor toegang. Ja. En daar zie je dat vorige week 1,5%
van de testen voor toegang was positief. Nou, ja. En dat is dus, laat ik zeggen, goed en slecht nieuws. Als dit, we hebben steeds gezegd, die 1,5% daar zou best wel eens de beste indicatie kunnen zijn van de incidentie onder alle Nederlanders. De hele Nederlanders, ja. Want ja, niet helemaal, want de mensen die niet lekker voelen, gaan zich misschien niet naar iets toe of testen voor toegang in bepaalde groepen. En de oude mensen zijn er waarschijnlijk ook wat minder dan de jonge mensen, dus dat zal wel vertekend zijn, ja. Ja, maar als het in ieder geval, het is het beste, ja. Maar als er sprake zou zijn van 1,5% per, ja, in een periode, dan moet je eens bedenken hoe snel het gaat met de immuniteit. Want dat staat buiten kijf. Mensen die het hebben gekregen, gehad, die hebben de minste kans om het daarna nog een keer te krijgen. Niet 100% uitgesloten, maar beduidend kleiner dan als je het niet gehad hebt. En ook kleiner dan als je gevaccineerd bent. Nou, ja, maar wacht even, Maurice. Als ik daar dan even over mag commentaren. Dit zijn de testen voor toegang. Dit zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn. Op dit ogenblik komt er elke week een berg mensen die niet meer beschermd is tegen het virus. Omdat het vaccin is uitgewerkt. Ja, maar deze 1,5% geeft eigenlijk aan hoeveel procent het onder de bevolking rondgaat. Want wat we, dat is deze grafiek, wacht even. Deze, dat is het percentage positief getesten die dubbel zijn gevaccineerd. En aha, wat je hier ziet, en dat cijfer heb ik deze week weer geüpdate. Vorige week was er een soort storing. En dat 80 en 70, 79 is het nu 90%, hè? Want die groene lijn en die paarse lijn lopen hier vandaan gelijk. Oftewel. En je ziet geel, dat is 60, zit ook in die buurt. Dus de bescherming tegen besmettingen is bij de oudste groepen. Niet meer. Ja, bijna niet meer. Ik bedoel, het hangt er vanaf wat je precies. Maar ik heb in deze grafiek de groep onder de 50 niet meegenomen. Maar die begint dan hier, maar die loopt ook zo naar boven. Ja, dus daarom wou ik zeggen, elke week komt er een bak met mensen bij. Omdat het gewoon 20 weken, diegenen die 20 weken geleden zijn gevaccineerd, hebben nu bijna geen bescherming meer om gevaccineerd te zijn. Dus het zijn niet de gevaccineerden die het probleem zijn, de ongevaccineerden die het probleem zijn. Het zijn nu de gevaccineerden die in grote aantallen nu binnenkomen. Eerst de oudere mensen en nu de jongeren. Aan de ene kant ja, maar aan de andere kant weet je dat juist deze mensen een veel betere bescherming hebben dan degene die gevaccineerd zijn. En wat je, als je echt naar deze hele crisis ziet, en dat was eigenlijk de benadering vanaf het begin, maar laat ik zeggen de eerste paar maanden was het moeilijk om dat helemaal te definiëren. Het gaat erom de kwetsbaarheid te beschermen en dat kan via die vaccinatie en ook via die booster, waarvan ik echt al volgens mij 2,5, 3 maanden geleden heb gezegd, dankzij de ontwikkelingen in Israël en Engeland, van jongens, als wij de zorg willen beschermen, dan zal je het booster moeten aanbieden voor de kwetsbaren. Maar als je het verloop van deze ziekte verder bekijkt, van dit virus, dan zal je, laat ik zeggen, de kwetsbaren via vaccinatie beschermen, zolang je de medicijnen niet goed genoeg zijn. En die beginnen ook al goed te zijn, alleen die zijn we in Nederland nog niet echt aan het invoeren. Maar in sommige landen wel, maar dat komt binnenkort ook wel in de richting van Nederland. En alle anderen in een jongere leeftijden, die zullen het moeten doormaken. Alleen, daar moeten we voor zorgen dat als ze doormaken, dat ze het kunnen doormaken in een lichte mate. En dus relatief veilige ruimtes creëren, zorgen dat je niet te lang het virus kan inademen. En inderdaad, medicijnen. Ja. En dit probleem lossen we dus niet op door maar te vaccineren en te vaccineren. Want uiteindelijk loopt het, iedereen loopt een keer tegen dat virus aan, rechtsom of linksom. Ja, ik wil even een vraag tussendoor doen van deze ding. Nee, ik blijf even staan bij deze. Okay. Vraagje, dit is een vraag die vaker komt. Ben je met al dat testen niet het idee dat je bijdraagt aan de paniek in Den Haag over de cijfers? De cijfers vormen mij immers de basis voor draconische maatregelen. Ik heb dus ook vaak, als ik dus inderdaad op deze testlocatie sta, dan komen er regelmatig mensen langs die gewoon boos roepen, stoppen met dat testen, alle problemen zijn opgelost als jullie gewoon je niet laten testen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, aan de ene kant gelijk, want het is belachelijk hoe we naar die cijfers kijken en volgen en hoe we het overal zien. Maar het probleem is, wat wij proberen een beetje tegenwicht te geven is, als wij er niks aan doen, ik bedoel, ik ben een nieuwsjunkie, hè. Ik was iemand die... Ik
las alle kranten, ik volgde al het nieuws. Ik keek naar elke talkshow, omdat ik het interessant vond en boeiend vond. Ik kan het niet meer. Ik krijg zoveel in die afleveringen, krijg ik zoveel langs waar ik boos over word. Wat ik een soort propaganda vind, waarvan ik denk, stel nou eens die vraag. Ik zit me alleen maar te ergeren. Ik echt letterlijk. Even dan nog de vraag van Rob. Maurice en Vincent, jullie zien er gezond uit op beeld. Nou, dat is zo. Maar ik voelde mij op een gegeven moment niet zo goed. En voor mij is het belangrijkste waarom ik me laat testen. Niet dat ik bang ben om corona te krijgen. Maar dat ik niet verantwoordelijk wil zijn om anderen, zeg maar, in last te bezorgen. Zeker ook in een werkomgeving is dat onverantwoordelijk om me gewoon maar te zeggen van, joh, ik heb corona, ik heb een positief, of ik laat me niet testen en ik ga gewoon lekker maar overal heen. Nee, dat vind ik ook. Ik vind dat je als persoon verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van je omgeving, van anderen, en ook ten opzichte van jezelf. En ja, dat is ook trouwens mijn stelling, ook ten aanzien van deze hele episode. En ik ben, laat ik zeggen, 74 en ik behoor tot de meer kwetsbare, ook qua gezondheidssituatie. Het is mijn verantwoordelijkheid hoe ik probeer met mijn gezondheid om te gaan. Ja. En ik vind niet dat de samenleving ten opzichte van mij daarvoor allerlei restricties moet worden opgelegd. En zeker jongeren niet, omdat ik bang ben om me niet zou kunnen beschermen. Maar dat gaan we direct even bepraten. Van wat zou er moeten gebeuren of wat had er moeten gebeuren? Want ik ben vrij pessimistisch over wat we in de komende dagen op ons afkrijgen. Ik ook. Maar goed, we gaan even doorkijken. Dit is ook wel interessant. Dit is de opnameskliniek naar leeftijd. Nou, die laten we ook al zien, weet je wel, sinds het allemaal begon. Nou, je ziet, toen zaten we op dit niveau, hè? Toen ging het zwart. En je ziet weer de oudere groep hoger dan het geweest is. En dan deze groep. Maar wat je wel ziet, en ook dat weet ik niet, en ik kan het niet 100% zeggen, maar ook daar zou er een soort afvlakking zijn. Want je moet even bedenken dat als er een soort afvlakking is, op een gegeven moment gaan er dan net zoveel mensen het ziekenhuis uit als ze inkomen. Dus op het moment dat er een afvlakking komt, dan is er even een na-eil-effect. Maar dan kan het zich stabiliseren. Dus misschien zou dit kunnen betekenen, maar het is even te vroeg om wat te zeggen. Misschien nog één punt, dat kunnen we daar even dan afmaken. Vanmorgen dat artikel. Het was zo dat in de afgelopen week was er in de media dat er een model was van TU Delft op basis van Fieldlab, waarbij het zou bleken dat 2G ten opzichte van 3G voor 94% minder ziekenhuisopnames zou zorgen. Ja, welk artikel was dit? Welk artikel was dat? De Fata Morgana of niet? Ja, die Fata Morgana van vanmorgen. Oké. Nou, en ja, dan je gaat natuurlijk altijd kijken en onze mensen van het Green Team zijn het ook gaan bekijken. En die zeiden, god, gek dat als we dat rapportje zien van TU Delft, dan is dat toch wel, die cijfers zijn eigenaardig. Nou, daar zijn we ons heel erg in gaan verdiepen. En dan was dat een heel onduidelijk rapport, hoe de boel was opgesteld. Maar we zijn eigenlijk gaan reconstrueren hoe een spreadsheet eruit zag. En, Dit kan toch niet de TU Delft, die kan toch niet een rekenfout hebben gemaakt in hun model om 2G door te rekenen? Dat kun je niet zeggen, toch? Dat kan toch niet? Ja, nou, in de eerste plaats zijn dat natuurlijk twee mensen die vanuit TU Delft daarvoor werken. Maar inderdaad hebben ze een hele flagrante, maar ook grappige fout gemaakt. Ik zal hem even laten zien. Als je hem... Kijk, je moet even mijn ding even naar voren. Als je dit is NRC. Die had dat hele risicomodel met tekeningen, hoe die cijfers waren. Dat heb ik niet verder laten zien, maar oké. Nou, als je even nou mijn PowerPoint laat zien. Ja. Dan, dit is, wat we gedaan hebben is, dit is exact het spreadsheet van TU Delft. Waarbij we alleen, dat was zo onoverzichtelijk, we hebben de kolommen in volgorde veranderd. En met kleurtjes en zo hebben we het toegankelijker gemaakt. Nou, en wat hebben ze gedaan? Via een aantal aannames zijn ze tot cijfers gekomen. Hier staat nu 1,8, maar in hun overzicht stond 1,0, maar dat was gewoon een telfout, een typo. Dat maakt niet uit. Maar wat is het interessante? Zij beschrijven dat hun aanname was dat gevaccineerden 20 keer zo kleine kans hebben
om in het ziekenhuis terechtgekomen dan ongevaccineerden. Wat ergens toen dat het werd in de zomer gemaakt, dit model. Dus die cijfers zijn ook uit de zomer. Daar komen we straks op. Maar 20 keer zo weinig. Maar wat ze ook meegenomen hebben is dat mensen die gevaccineerd zijn een 4 keer zo kleine kans hebben om besmet te raken. Dus we gaan even zeggen, dit zijn de aannames. Ja. En die aannames accepteren we even voor het sommetje. Alleen, wat hebben ze nu gedaan? En dat kan je hier... Neem even de 3G-situatie. En bij de 3G-situatie en met deze, wat ze gedaan hebben... Ze hebben eerst gezegd, de gevaccineerde... Nou, welk deel besmet werd? Ja. Nou ja, dat was 4 keer... Hè, om even te uitleggen. Er zijn 75.000 gevaccineerde mensen. Zij berekenen dat er 32,8 mensen besmet worden onder de gevaccineerden en 43 onder de ongevaccineerden. Aha. Maar bedenk, er zijn 3 keer zoveel gevaccineerden aanwezig. Ja. Dat betekent dat ze ervan uitgaan, dat staat ook in hun aannames, dat gevaccineerden een 4 keer zo kleine kans hebben om besmet te raken. Nou, en vervolgens gaan ze die ziekenhuisopnames berekenen. En dan zeggen ze, bij de ziekenhuisopnames hebben gevaccineerden een 20 keer zo kleine kans. Oh ja, alleen wat doen ze dan? Maar dan komt het. Dan berekenen ze die 20 keer zo kleine kans op de groep die al een 4 keer zo kleine kans had om besmet te worden. Ja. Als je deze cijfers dus vergelijkt met de 75.000, geven dus 0,03 ziekenhuisopnames. Mm-hmm. En deze geven 0,8 ziekenhuisopnames. Dan is de bescherming een factor 80 in plaats van 20. Uiteindelijk bij deze opstelling zou dit 0,2 moeten zijn en niet 0,05. Want hier telt het zwaarste door, want je hebt die geen niet-gevaccineerde. Dus dit blijft wel staan. Dit gaat iets omhoog. Maar dit gaat dus, wordt 0,20. Dus ze hebben daar gewoon een knoepert van een fout gemaakt door de bescherming tegen ziekenhuisopnames te berekenen op de besmette mensen en niet op iedereen. Oh, maar en vervolgens, dan is het tweede probleem dat, dit was het probleem van een knoepert van een rekenfout. Mm-hmm. En het tweede probleem was, het waren aannames die in de zomer op gebaseerd zelfs op de situatie daarvoor. Ongevaccineerde 4 keer zo grote kans om besmet te raken en 20 keer zo grote kans om in het ziekenhuis te komen. Als die cijfers worden aangepast, dan krijg je andere cijfers. En één interessante die al meteen anders raakt. Als je er niet van, als je in deze gaan ze ervan uit, 75.000 gevaccineerd, 25.000 ongevaccineerd. Als je bij deze opstelling zegt, er zijn 85.000 gevaccineerden aanwezig en 15.000 ongevaccineerden, dan veranderen die cijfers ook in onderlinge relatie. Ja. Dus zelfs deze aanname van hoeveel mensen zijn aanwezig, heeft gevolgen op de uitslag. Max wilde graag weten van, is het al opgenomen met de TU? En zo ja, was er een reactie? En zo nee. Nee, wat we verwacht wat je er nog een reactie op? Nou, wat we gedaan hadden in eerste instantie, hebben we het bij media neergelegd met de vraag, ja, wij kunnen het wel gaan publiceren, maar misschien is het effect groter als jullie erachteraan gaan. Ja. En toen kregen we als reactie terug, want dat was inmiddels gebeurd, dat het OMT met een nieuwe berekening was gekomen. En die nieuwe berekening was niet exact deze, zodat de relevantie was min of meer minder geworden. Maar het OMT kwam eigenlijk met cijfers die redelijk leken op deze uitkomsten. Die zeiden dat het 82% minder ziekenhuisopnames zou geven. Terwijl na onze correctie was het al 79. En het was echt van een... Nou, ik vind dat gruwelijk, weet je wel. En ik moet wel zeggen, als je de bijlagen kijkt van bij het OMT van die berekening, dan heb je de indruk dat de mensen die het gemaakt hebben bijna zelf ook zeggen, trek je hier niks van aan. Want het hangt helemaal... bedoel, als het aanwezigen vooral ouderen zijn, dan krijg je totaal andere cijfers dan als het vooral jongeren zijn. Ja, ja. Dus okay. Wat je hier nou aan hebt, ja, dat is alleen... Ja, dit waren trouwens resultaten, hoeveel anders resultaten zijn als je gewoon andere aannames neemt, zie je? Mm-hmm. Ja. Dit was dan die zonder rekenfout, met rekenfout. Dit is nadat de rekenfout eraf is. Ja. Dan ga je zeggen, als het aantal aanwezigen 85% gevaccineerd is, dan zijn deze twee cijfers. Maar kijk, bijeenkomst met vooral personen boven de 60, dan zie je dat die cijfers vrijwel gelijk zijn. En in alle gevallen eigenlijk,
is 1G, hier, vanaf hier, is een betere dan nog dan dit. Maar ja, dat is onuitvoerbaar. En dat is, zou ik ook niet aanraden. Maar dit is, ja, maar goed. Oké. Okay. Er komt vanavond een OMT-advies. Er komt vrijdag een persconferentie. Waar gaat dit heen, denk je? Wat gaat er gebeuren vrijdag, denk je, Maurice? Nou, gewoon, dat wordt gewoon een lockdown. In een, hoe ze het noemen, weet ik het niet. En wat ze dan precies wel of niet openlaten. Maar het zou me niet eens verbazen als gewoon een bijna volledige lockdown gaat worden. Ik bedoel, als je gewoon alle geluiden hoort, alle dingen hoort, alles wat ze zeggen, jongens. Het is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, heb je ooit op de tv, als we in talkshows, ik weet het inmiddels bijna niet meer, maar wordt er met regelmaat gevraagd, jongens, verklaar nou eens waarom het in Engeland nu, toen ze Freedom Day gedaan hebben, dat het sindsdien ja, redelijk goed gaat. En de ik bedoel, redelijk goed, de cijfers zijn relatief ook hoog, maar ze stijgen niet als een gek. En daar is niet de hysterie die we in Nederland hebben. Dat in Zweden de cijfers vrij laag blijven. En die kunnen ook best nog een beetje oplopen. Maar die samenleving gaat gewoon door. En wij lopen als kippen zonder kop of als honden achter onze eigen staart aan. Het is echt dramatisch. En weet je wat het erg is? Dat maakt me zo pissig. Ik krijg een mail van iemand die zegt, luister, ik heb 20 jaar in de zorg gewerkt. Ik was ook op IC-verpleging en ik had een burn-out. En dat heeft me een hele tijd gekost en ik ben mijn andere dingen gaan doen. En eigenlijk, ik zou wel weer graag, gezien het landsbelang roept, ik zou graag toch weer aan de bedden staan om te helpen in deze crisis. Weet je wat zij beschreef? Weet je wat ik moet doen om weer mijn BIG-registratie te krijgen? Weet je wat ik allemaal voor stappen ik moet doen? Wat voor examen ik moet doen? Hoeveel geld het me gaat kosten? Om weer dat te mogen. Ja. En ze is bezig om daar een blog over te schrijven. Ik was verbijsterd. Ik dacht, iedereen... Hoe lang was ze eruit dan? Ik weet niet, 5 jaar, 4 jaar, 2 jaar. Wat maakt het uit? Ja. Ik bedoel, dat is... En daar zit de kern in. En daar maak ik me eigenlijk al zo druk om sinds, laten we zeggen, de zomer vorig jaar. We zitten inderdaad in een bijzondere situatie, in een soort crisis waarin we allerlei dingen blijkbaar aan het doen zijn. Het enige wat we niet doen, is die bureaucratische getroep die we hebben opgetuigd onder normale omstandigheden, die is weg te halen en een paar dingen te doen. Door te zeggen van, iedereen waarvan we denken dat die kan helpen in die ziekenhuizen, die mogen helpen in de ziekenhuizen als assistenten van assistenten. Mensen kunnen weer terugkomen. Uit het leger zetten we mensen in. Er zijn allerlei dingen die we kunnen. Tweede plaats. Ik heb met regelmaat huisartsen aan contact. Die roepen steeds. Als je ziet hoe wij top-down gehinderd worden om eerste lijn zorg te plegen. Eigenlijk moeten we op onze handen gaan zitten als iemand positief getest is. En als het erg is, moeten we hem naar het ziekenhuis sturen. Absoluut. Maar de dingen die wij wel zouden kunnen, mogen we bijna niet. Weet je ook dat gezeik wat er steeds is rond dat ivermectine. Misschien hebben we het mis. Wat de fuck als dan met ivermectine we dingen aan het doen zijn die per saldo niet goed zijn. Want thuis blijven zitten totdat je als het ware het ziekenhuis in mag. Dat is sowieso niet geen goede aanpak. Ja. En last but not least, een goede kennis van me. Zijn vader, jaar 85, dubbel gevaccineerd, was met de QR-code 3 weken geleden met 6 man naar een restaurant gegaan. Alle 6 rond de 80, 85. Allemaal dubbel gevaccineerd. De QR-code. Alle 6 hebben het gehad. 1 is er al dood. Ja. Met de QR-code waarvan ze dachten dat het veilig was. Nee, die valse veiligheid is wel heel erg duidelijk. Ik had ook nog een verhaal. Iemand had mij gevraagd, heb je alsjeblieft voor mij wat ivermectine voor mijn broer? Want die heeft het en die is echt gewoon, die is slecht met zijn longen en dat is echt een probleem. Ik zei, oké, kom maar halen. Ik heb een paar van die strookjes gegeven aan hem. En ik vroeg hem dus van, hoe is het gegaan? Nou, zei hij, ik ben naar mijn broer gereden. Maar mijn broer wilde checken met de huisarts. En wat zei de huisarts toen hij met ivermectine aankwam? Nou, dat gaan we niet doen. Dat is verboden en daar kan ik echt helemaal niks aan doen. En dat moet je ook niet doen. Dat is foutenboel en dat soort dingen.
En deze man, zijn broer, is dus overleden. Dat was het dichtbijzijnste wat ik ooit zelf gehad. Dat ik gewoon... Hij zei, ja, dankjewel voor het... Dankjewel, maar hij wilde er gewoon niet aan. En die dokter was absoluut zeker. En ik denk, ja, ivermectine, het kan best wel zijn dat het niet werkt. Want ik zit ook gewoon elke dag... Kijk ik gewoon op het internet. Zijn die testen uit Oxford al klaar? Want daar zitten nu gewoon, daar worden nu getest, worden die testen. Maar als het niet werkt, dan is het echt niet schadelijk. Het is een hartstikke onschadelijk middel. En deze man is in ieder geval overleden. Daar baalde ik van als een stekker. Dat vond ik echt heel jammer. Had natuurlijk nooit kunnen bewijzen dat het niet gebeurd was als, het, als hij ivermectine had gehad. Maar toch, baat het niet, dan schaadt het niet. Net wat jij zegt. Ja, en ik kwam op Twitter ook tegen van een man die ontzettend slecht lag. Waar hij nog maar 10% kans had. En waar een rechtszaak is gevoerd door de familie. Om die uiteindelijk met ivermectine te mogen behandelen. Wat het ziekenhuis niet wilde. Maar de rechter gezegd heeft dat het wel moest. Nou, die is er ook uiteindelijk uitgekomen. Nogmaals, er is geen 100% bewijs. Niet de ene en de andere kant op. Maar als we in een crisis zitten, verdomme. Laten we dan eens een keer ook buiten de lijntjes gaan. Laten we dingen doen waarvan we het gevoel hebben dat het goed is. Waarom hoor je niemand zeggen van jongens, ga D3K2 nemen. Ik bedoel, ook dat is niet slecht voor je. Ik bedoel... En ook, weet je, jij zal het ook hebben gehad. Ik heb nu weer in de afgelopen 3-4 weken heb ik een CO2-meter op verschillende plekken gebruikt. Je ziet mensen me aankijken alsof ik gek ben, dat ik een metertje bij me heb. Wat doe je daarmee? Enzovoorts. Ja, het is echt dat is gewoon bizar. En dan merk je gewoon dat het allemaal lippendienst is die gevoerd wordt. En ze hebben eigenlijk geen clue wat er eigenlijk aan de hand is. En ze pretenderen het allemaal te weten. En natuurlijk, als het niet goed gaat, wij houden ons niet aan de maatregelen. En ik kondig je aan. Even over CO2-meters even melden. Van, dit is degene die wij gebruiken, de Aranet 4. Je hebt CO2-meters van ongeveer €20 tot €200. Dus dan de Rolls Royce. En waarom is deze dan de Rolls Royce? Werkt hij op 2A batterijen werkt hij al een jaar. En hij heeft ook zo'n schermpje, zo'n LCD-schermpje, wat gewoon geen energie gebruikt. Dus je ziet altijd wat er gebeurt. En hij houdt het ook een tijdje bij. En je kunt op je mobiele telefoon kun je er naar kijken. En hij doet het ook echt heel nauwkeurig. Dat is een Zwitsers product, kost €200. Je kunt ook gewoon bij Amazon kun je ook een CO2-meter kopen. En dan heb je voor 3 tientjes heb je er ook eentje. Dus ik heb er hier eentje. Daar heb ik €35 voor. €35 voor betaald. En die is op zich is die ook met batterijen. Die gaat 3-4 uur mee. Dus dat is ook verder. Dat is prima als je mee wil nemen. Die kost €35. Maar die is qua nauwkeurigheid lang zo goed niet. Maar eigenlijk wel om in de gaten te houden. Wel goed genoeg om in de gaten te houden. Dat je... Ja, dat hangt van je budget ook af. Ik ben heel tevreden ook met die Aranet. Die ik ook een hele tijd heb. En ik weet gewoon ook zeker dat ook op de plek waar ik het uiteindelijk heb opgelopen, dat als ik dat niet bij me had gehad, was ik veel langer in een, laat ik zeggen, in een relatief onveilige omgeving geweest. En weet ik ook niet wat het precies voor mezelf had betekend. Maar ik ben er blij mee dat ik dat op deze manier doe. En ik vind het verschrikkelijk dat mensen gewoon, ja, weet je wel, dat ik dan in die kennis wiens vader nu overleden is, van rond de 85, dat hij gewoon dacht dat hij op een veilige plek was. Hij had de QR-code. En met z'n zessen zaten ze in een restaurant. Alle zes besmet geraakt. Ja. En waarschijnlijk CO2-meter nooit van gehoord. En ik heb het vaker gehad, weet je, dan zeg je tegen mensen. En dan zeggen die mensen, ja maar goed, weet je, dat even uitleggen. Een goede niveau is ergens tussen onder de 700. En dit is omdat jij alleen in jouw ruimte zit. Of misschien ook je familie. Nee, ik ben helemaal alleen. Maar ik heb een kleine ruimte met de ramen dicht. Als ik nu gewoon de ramen zeg maar opengooi, dan ben ik binnen de kortste keren zit ik weer op 600. Ja, maar wat dit gewoon aangeeft, als hier vier ik andere mensen eigen, ik gezet. Adem nu mijn eigen adem in. En dat is natuurlijk normaal als je met andermans adem in doet, is dat niet zo handig als je in een COVID probeert COVID-vrij te blijven. Maar het is in ieder geval, het is alleen maar een mate van ventilatie. Het is geen mate van hoeveel virus er in de lucht zit. Kijk, ik wil toch wel even één ding zeggen van... Nee, voordat we dat doen, even die... houd het even vast. Ik wil nog eventjes de media even een compliment geven. Die altijd gewoon weer zijn best doet om uit te vinden waarom mensen op de IC liggen. En als dan mensen ongevaccineerd zijn, dan krijgen ze daar ook altijd weer briljante antwoorden over. Even luisteren naar Omroep Brabant. Dat is wel even de moeite waard. Of denkt u dat niet? Nee, want ik lig hier nog... Maar zou het zo kunnen zijn
dat het feit dat u niet gevaccineerd bent, dat dat een van de redenen is dat u hier nou ligt? Of denkt u dat niet? Nee, want ik lig hier nogmaals voor een zoutoplossing. En ik lig hier niet voor mijn COVID. Ja. Maar u ligt wel op de COVID-afdeling. Ja, ja, kijk, maar zo krijgen we de verkeerde verhalen. Zo krijgen we hele scheve verhalen. Je probeert nou te vertellen dat ik hier lig op de COVID-afdeling. En dan, en dat is het nadeel, vind ik nog steeds van ja, ook een deel van de media. Jullie pushen net zo hard mee met die hele vaccinatie-ellende. Dit vond ik wel weer een, dit vond ik wel weer een goede. Ik vond het wel knap dat Brabant dat in ieder geval nooit meer, dat Brabant dat had uitgezonden. Maar dit was echt weer van, omdat iemand op de COVID afleed, iemand is gewoon getest en die heeft dan COVID. Maar die ligt niet op de IC vanwege COVID. Ik vond het wel weer een heel mooi, en die man die was er dus ook wel echt gewoon behoorlijk pissig over dat dit gebeurde. En dit is dus ook genuanceerd met nieuws omgaan, dames en heren. Ja. Nee, maar, wat wilde je zeggen, Maurice? Nee, even los daarvan. Het is echt zo. Ik bedoel, als je de ontwikkelingen destijds in Israël zag, en ook op andere manieren, dat het zeker voor ouderen, niet zeker, voor ouderen en zeker kwetsbaarder, een vaccinatie een grotere bescherming biedt tegen erg ziek worden. Ja, maar als je de rest van de cijfers en de analyses ziet, dan ligt het allemaal veel complexer en veel genuanceerder allemaal. En het erge is dat we, en dat is Nederland misschien nog wel erger dan in, nou ja, behoort tot een van de ergere landen op dat punt. En dat reken ik bijna Hugo de Jonge persoonlijk aan. Dat hij zo gefocust was dat vaccinatie is de redding, dat dat het enige narratief was. En bedoel, kijk nu even naar de landen om je heen. Wij beginnen ongeveer als laatste met de booster prikken. Terwijl België is er al fors mee bezig. In allerlei landen is men daar eerder mee begonnen. Waarom in Nederland niet? Omdat hij langer wilde volhouden dat vaccinatie een goede bescherming bood ter ziekenhuisopnames. En het was veel belangrijker om de ongevaccineerden gevaccineerd te krijgen. Terwijl wij al het sommetje hadden gemaakt dat jongeren die niet willen gevaccineerd te worden, om die gevaccineerd te krijgen, het rendement ervan veel lager is dan de boosterprik aan de kwetsbaren die in de ziekenhuizen terechtkomen. En dat is de situatie. Nou, ik wil even voor deze vraag, dat is een heel interessante vraag, één andere opmerking maken en dan de vraag. Ja. Kijk, weet je, waar ik me vanaf het begin erg over heb druk gemaakt, en nogmaals de eerste 4-6 weken paniek enzovoort. We zitten, hoe we het wenden of keren, en waardoor het komt maakt niet uit, we zitten in een forse crisis als samenleving. Als jij in een forse crisis bent, dan kan jij de krachten in de samenleving opwekken om de samenleving daardoor sterker te maken en om er sterker uit te komen. Daarmee bedoel ik dat als het er gaat om, en dat is de truc natuurlijk, de kwetsbaren en de ouderen niet in de ziekenhuizen te krijgen of niet in te grote mate, dan kan je twee lijnen volgen. De lijn is, zorg dat de bezetting van de ziekenhuizen, dat daar hulp komt, al mensen die überhaupt misschien niet opgeleid zijn, toch ergens kunnen werken zodat ze het werk wegnemen van de gespecialiseerden. Dat je gewoon zegt met elkaar, al die administratieve klussen, die doen we tijdelijk niet in deze mate. Dus we zouden in de eerste plaats, en we kunnen een aantal ziekenhuizen maken waar alleen die patiënten in zitten. Met soldaten erbij, met vrijwilligers erbij. Want bedenk even, er zijn steeds meer mensen die eenmaal besmet zijn geweest en dus veel minder eigen risico lopen. Ja. Nou, in dat geval, je hebt dus een grote groep kwetsbaar, boven de 60 mensen die, en ik krijg regelmatig mails van mensen die behoorlijk in paniek zijn, Die daar anders tegenover staan dan jij en ik. Door combinatie. Dat is je houding, je ervaring. Ja, ik ben als jong, relatief jong, is mijn vrouw overleden. En ben ik heel dichtbij het overleden geweest van iemand op jonge leeftijd. Later ook mijn zoon. Waardoor ook mijn houding ten opzichte van dood een andere is. Ik denk ook dat ik daarvoor veel banger voor de dood was dan ik daarna was. Doordat ik het meemaakte wat dat kan betekenen en dat je dat beseft voor jezelf, dat dat een onderdeel van het leven is en dat je leven niet gedicteerd kan worden door het feit dat je ooit doodgaat. Geniet van je leven en maak er gebruik van. Neem geen onnodige risico's.
doe datgene wat je zelf veilig. Maar laat je leven niet dicteren door angst. Op welke manier dan ook. Nou, en wat ik nou het ergste van het volgende vind. Ik woon in een flatgebouw. Er wonen ongeveer 25 mensen in. Een aantal oudere mensen ook. Die inderdaad kwetsbaar zijn. Die het moeilijk hebben. Gelukkig die twee ouderen hebben kinderen die voor hen zorgen. Jij en ik, maar anderen ook. Die inmiddels dus die bescherming hebben. Doordat we het zelf hebben. Waarom zijn we niet dingen gaan opzetten waarbij ouderen die het moeilijk hebben, die we kwetsbaar zijn, dat die niet buddies kregen van mensen uit de buurt die zeiden, ik heb het inmiddels gehad, dus mijn risico is beperkt. Mijn risico dat ik jou besmet is ook beperkt. En ik adopteer jou als alleenstaande of als echtpaar. En ik zorg dat je door deze fase wordt begeleid. Ik bedoel, ik heb een aantal mensen die mij mailen en die mij vragen stellen, die het psychisch heel moeilijk hebben met deze situatie, en waarvan alleen het feit dat ik per mail een antwoord geef al merk dat die mensen daardoor zich geruster voelen, gehoord, veiliger. Hoe moeilijk was het geweest als we het woord samen gebruiken als overheid? Wat is zo een platitude zoals het gebruiken, terwijl je het had kunnen organiseren? Je had kunnen organiseren, oké, identificeer in een wijk. Wie zijn de kwetsbaren? Wie hebben moeite om boodschappen te doen? Ik heb het idee dat dat ook veel gebeurd is, hoor. Het is niet grootschalig gebeurd vanuit de landelijke overheid, maar het is wel vanuit een ongelooflijke hoeveelheid organisaties. Het had veel grootschaliger gekund. Ja, wat je ook had kunnen doen, en ook dat is wat ze niet accepteren, want ze roepen na 6 maanden is je bescherming weg, hè? Dan... als jij geïnfecteerd bent geweest, is je kans dat je het krijgt veel kleiner. Had nou de groep die steeds groter wordt, die al geïnfecteerd is, gebruikt als de mensen die je defensie als ware kunnen zijn. Die bepaalde dingen kunnen zijn. Ik had op een gegeven moment had ik een vraag vorig jaar van iemand van een kerk. Die zei, ja, we hebben een koor en we vinden het zo verschrikkelijk dat we in de kerk niet kunnen zingen. Wat is uw voorstel? Mijn voorstel was, neem alleen de mensen die het al een keer gehad hebben en laat die zingen. Want die, weet je wel... Maar op een vindingrijke manier dat doen, dat gebeurt niet omdat we zo'n bureaucratische organisatievorm hebben, dat we zelfs mensen die langer dan 6 maanden het gehad hebben, of die aantoonbaar antistoffen hebben, die moeten toch gevaccineerd worden, want anders worden ze... En dat gaat om miljoenen mensen. Maar wat ik dan weer niet begrijp, dat begrijp jij niet, maar wat ik dan niet begrijp is van... Hugo de Jonge had vaccineren, vaccineren, vaccineren en heeft al zijn energie erin gestopt om het leven voor mensen die ongevaccineerd zijn zo moeilijk te maken dat ze zich wel wilden vaccineren, inclusief mijn kinderen, die echt zeiden van sorry pa, hier kan ik niet mee leven. Het gaat niet over COVID, maar het gaat om ik kan niet meer gewoon naar de sportclub. Dat wij dan het meest logische wat we hadden kunnen doen is die boostershot. Als je dan, als mensen vrijwillig boven de 60 of 70 of 80 een boostershot willen hebben, geef ze dat dan ook. En niet alleen maar probeer mijn kinderen eindeloos gewoon te vaccineren. En mensen die dat gewoon niet willen. En dan hier, als je inderdaad, dit was wat jij zei, van dat in Engeland is het al 22% die het heeft. In de United States 10%. In België naast ons heeft 10% het. In Frankrijk. En wij zitten op dit ogenblik nog gewoon deep down. Wanneer gaan we beginnen? Hoe lang gaat het duren voordat we beginnen? Nee, maar Vincent, dat zat helemaal vast in het feit dat hij bleef volhouden. Dat je perfecte bescherming tegen ziekenhuisopname had, terwijl we al lang wisten. Ik bedoel, Jonah Walk bij De Nieuwe Wereld. Ah, geweldige dame. Die staat ook op mijn website als vermelding om daar naartoe te kijken. Ja. Die heeft al meerdere keren gezegd, die vertelt het ziekenhuis en die vertelt exact hetzelfde verhaal, alleen een andere aanvliegroute als ik. Dus vertel eens even van Maurice, dit is inderdaad altijd, dit is echt gewoon de one-on-one vraag. Waarom is dat, wat is nou het verschil met vorig jaar? Werkt het vaccin uiteindelijk averechts? En deze vraag wordt ook gewoon heel veel gesteld aan mensen van het OMT. Dus wat is jouw antwoord hierop? Nou, er is een Engelsman, een hele professor, ik weet niet, Fenton of zoiets heet hij. En die kijkt op all-cause mortality en doet dus analyses. En zijn conclusie is dat het saldo van vaccineren en COVID krijgen per saldo niet ten voordele is van de gevaccineerden. Want hij zei, als het werkt, dan zou je toch per saldo, en dat was de overlijdensgevallen en zo, dan zou het saldo voor die groep beter moeten zijn. Wel leeftijd gestratificeerd, hè? Want als je alles door elkaar heen loopt, dan ben je dingen aan het vermengen. Maar hij komt daar niet tot duidelijke bewijzen.
Het is ook niet zo dat ik met hart kan zeggen, nou, door het vaccineren is onze situatie slechter, wat er wel gebeurd is. En daarvoor is het deze vraag. Aan de ene kant, ja, bedenk even, we hebben een 3G-systeem opgetuigd waarvan we zeiden, iedereen die gevaccineerd is, die mag ergens naar binnen zonder controle. En die denken ook, nou, ik heb nu die grafieken net laten zien. Onder die mensen zijn er net zoveel mensen besmettelijk als de niet gevaccineerden. Tweede plaats, het is zeker zo dat de Delta beduidend besmettelijker is dan die we vorig jaar hadden. En het is ook zo, alhoewel je dat bijna niet zou denken, dat wel het aantal ziekenhuisopnames in relatie tot het aantal positieven die er zijn, relatief lager zijn dan toen. Alleen, onze puinhoop nu is dat we hebben nu weer de herfst. We hebben niets gedaan aan onze zorg op te schalen. En die herfst, die is elk jaar, die valt in. En er is een prachtige Twitterlijn van iemand die gewoon zegt, ja, wat is er in Midden-Europa gebeurd tussen 9 en 13 oktober? Ja, en dan komt hij gewoon met een hele bijzondere analyse, niet over het weer, wat ook lijkt op het weer, wat ik de analyse die ik ook al in april vorig jaar gedaan heb. Maar hij verbindt het nog aan iets anders. Een hele interessante. Wat zijn theorie is, dat als de vochtgehalte abrupt daalt in de lucht en dus ook in huis, dan heeft het invloed op je slijm. Die slijm moet zich aanpassen aan een lager luchtvochtigheidsniveau. En slijm speelt een rol bij het afweren van externe verkeerde elementen die bij je naar binnen komen. Mm-hmm. En zijn stelling is, het abrupt dalen van een luchtvochtigheid beïnvloedt jouw systeem om het tegen te gaan. Dus de lage luchtvochtigheid zorgt inderdaad voor het veel langer zweven van het virus. Maar de lage luchtvochtigheid abrupt zorgt dat je een tijd nodig hebt als lichaam om te wennen aan die lagere luchtvochtigheid. Dat was een hele interessante. Ik had trouwens, mensen hebben ook gevraagd, heb je die Van der Bos interview bij Highwire gezien? Nou, niet alleen dat ik hem gezien had, maar ik heb hem ook bij ons op de Uitkijktoren gezet. Fascinerend interview, eigenlijk fascinerend college van 2 uur over hoe jouw lichaam werkt en de antistoffen werken. En wat zijn stelling is over waarom vaccinatiestrategie niet de juiste strategie is geweest. Waarbij hij gewoon zegt, tijdens een pandemie moet je juist niet iedereen gaan vaccineren. Dat moet eigenlijk vooraf gebeuren. En tijdens de pandemie moet je juist degene vaccineren die de grootste bescherming nodig hebben. Mucus heet het, ja. Dat komt langs. Oké, dus even kijken, welke is dat hier? Nee, die van Twitter. Ja, als het goed is, kom. Ik pak hem nu er even bij. Dus dat is belangrijk, hoorcollege. Ja. Ik heb er echt ademloos naar gekeken. Dat kan zijn dat ik toen, omdat ik corona had, dat ik er ademloos was. Nee, maar het was echt fantastisch. Oké, die pak ik er dan even bij. Kan je hem even laten zien? Ja, hij doet er even over. En het over, mooie was, de man die me interviewde was echt gewoon, stelde de goede vraag en gaf hem ook de gelegenheid om het te herhalen en zo. Als je iets naar beneden gaat, dan staat de link. Van de bossen, van Highwire. Ja, ik deel hem nu van. Hoe vaak kan het kabinet de grondwet nog overtreden voordat de Raad van State er tegen optreedt? Het is ongehoord. Het volk kijkt en doet er niks aan. Vind jij dat de grenzen van de rechtsstaat hiermee bereikt worden eigenlijk met deze maatregelen? Ik vind dat ze nu regelmatig over die grenzen heen zijn gegaan. Maar ja, laten we wel wezen. We hebben gezien hoe ook rondom die toeslagenaffaire onze bestuursrechters en de Raad van State hebben geopereerd. Dat zijn niet de grote helden in zo'n geheel. En wat je dan opmerkt dat, en niemand die daar eigenlijk ook consequenties uittrekt. Hè? Dus ze bieden excuses aan en zeggen, er gebeuren dingen, ook met de Raad van State die dan, ja, het is toch één eigenlijk kliek. Dan is het aanvankelijk was Donner Raad van State en nu is het Tom de Graaf. Ja, ik denk dat over 4 jaar zal Bruls wel ergens hoog verschijnen.
Weet je, en het erge is, ik bedoel, dus Bruls heb ik ook wel langs zien komen. Ik heb Buitenhof ook weer niet gekeken, maar alleen dat gedeelte even gehoord wat Bruls weer zei over lockdown. Ja, ze hebben alleen maar repressieve uitingen. En het lijkt bijna alsof hij er een genoegen mee aan heeft. Hè? Dat hij het fijn vindt om te zeggen van, ja, als jullie niet een maatregel hebben, dan zullen we wel een lockdown doen. En denk erom, welke maatregel ook in de komende dagen komt. We zitten er weer een tijd aan vast, hè. Ik bedoel, elke termijn die ze nu zeggen, doet maar meteen maal 3. Want dat weet je wat het gebeurt. Dan wordt het meteen weer over kerst getild. Ik hoorde het verhaal van de basisscholen. Daar mogen geen externen meer naar binnen. Dus ik weet ook niet hoe ze dat dan doen met Sinterklaas. En of die de school dan mag bezoeken. Vorig jaar hebben ze kerst al door de neus geboord. En ik hoor nu ook weer dat ze erover denken om een aantal weken scholen toch te sluiten. Het is. En dan las ik ook weer van. In scholen hebben ze 2500 scholen waar de ventilatie niet op orde was. Maar zelfs dat die ventilatie wel op orde is. Die scholen die besteden er weinig aandacht aan. Omdat onze autoriteiten er weinig aandacht aan besteden. Dit is ook een fantastisch college. Ook over cijfers. Maar die man neemt je zo geweldig mee in zijn denken. En aan het eind laat hij eigenlijk. Hij laat ook zien. Hij ziet dan hele rare patronen in de statistieken van Engeland. En ja, dit is zo zijn mensen die daar zo geoefend in zijn. En dan, hij vindt de verklaring, doordat hij als ware reconstrueren hoe die rare bewegingen zijn. En vanuit dat reconstrueren van die rare bewegingen weet hij eigenlijk wat de fout is in de data. Dat is echt aan te raden als je. Ja, niet Kijk. Makkelijk, maar wel heel interessant. Heel goed. Okay. We zullen volgende week vragen wie het heeft gedaan. Even kijken. Dan, dit is ook alweer een klassieke vraag van jou, Maurice. We zien altijd dezelfde koppen. Heb je nog steeds een grondige, zeg maar, barrière bij de media? Krijg je nog telefoontjes? Krijg je nog vragen? Of, nee, 0,0. Al sinds maart. Sinds maart? Ja. En dan wordt erbij gezegd, ja, als je ziet wat jij bij de Deventer moordzaak hebt gedaan, weet je wel. Dat is gewoon de reden eigenlijk. Dat is de reden. Dat is de reden waarom alles gewoon kalt gesteld, zoals het heet. Als je niet het narratief volgt, wat het mainstream narratief is, dan kom je bijna nergens. En word je eigenlijk zoveel mogelijk belachelijk gemaakt of uitgekotst enzovoort. Moet je maar kijken, Rosanne Herzberger, die heel erg tegen 2G is. Ja, die heeft dus wel een column in het NRC. Maar als ze zag hoe daarop gereageerd wordt, omdat ze zei, ja, achteraf moet ik eigenlijk zeggen dat wat Thierry Baudet en Willem Engel een jaar geleden voorspelden, dat begint nu echt uit te komen. Heeft ze dat gezegd? Heeft ze op Twitter gezet. Okay. Zoiets van, ik dacht nooit dat ik dat zou schrijven. Waarbij ze... Dat was meer voor iets van, we gaan nu dingen doen waar we het een jaar geleden van zeiden, toen zij het vertelde, dat het belachelijk was dat dat ging komen. En we doen het nu. Je moet gewoon zien, in Oostenrijk, en ik heb ook een Australische premier gezien van een van die deelstaten. Die werd geïnterviewd over iemand die zei, ja, maar we kunnen toch niet mensen verplichten om te vaccineren. En toen vroeg hij, bent u zelf gevaccineerd? Zei hij, ja, ik ben zelf gevaccineerd, maar ik vind niet dat je anderen kan vaccineren. Toen zei hij, nou, dan ben je een antivaxxer. Jij bent een antivaxxer. Ja, zei hij dat? Ja, maar ook op een manier. Ik bedoel, ja, het is. En overal zie je diezelfde patronen. Ik zie ook wel steeds meer op tv mensen komen die zeggen: hé, ik zal het recht verdedigen dat jij gewoon het. Ben zelf gevaccineerd, maar ik zal het recht verdedigen dat jij dat niet hoeft te doen als je dat niet wil. Dat is. Ja, wel, dat zeg je wel, maar ik zie bij de meeste media dat geluid maar heel beperkt. En ik heb niet het gevoel. Dat de overtuiging is van het medium zelf. Er is geen van die media gaat op de barricade staan voor dat soort rechten. Even antwoord nog even een paar vragen. Dus als iemand naar een prik. Hoe zit dat met cijfers en dat op een gegeven moment mensen neergezet worden? Als iemand een week na een prik corona krijgt op de IC belandt, wordt deze dan bij ongevaccineerd geteld of gevaccineerd? Geldt dat ook bij positieve testen en boosters? Ongevaccineerd. Je telt pas gevaccineerd 3 weken daarna of zo. Komende jaren, wat verwacht jij? Prikverplichting of lockdowns? Of allebei? Nou, het hangt een beetje per land. Ik denk dat het per land gaat verschillen.
Kijk, we hebben een aantal landen die wel overeind blijven ten aanzien van hun principes. Opmerkelijk is dat Zweden, terwijl de cijfers laag zijn, hebben nu ook voor bepaalde activiteiten een 2G ingevoerd. Weet je dat? Ja. Het is echt niet te geloven dat het ook in Zweden is gebeurd. Engeland is nog een plek van hoop. In Amerika heb je tenminste nog een aantal staten die ook mede dankzij het weer op een andere manier doen. Ja, ik weet het niet. Ik ben bang. Ik had altijd gedacht dat ergens onderweg mensen wel bij zinnen komen en denken, ja, we hadden toch bepaalde principes, maar die blijken we niet te hebben. Dus ik denk dat we heel diep nog kunnen gaan ten aanzien van wat er gaat gebeuren. Dit is een goede vraag. Daar heb jij een aantal tabellen voor gemaakt in het verleden. Ernst Ledema die vraagt, hoe groot is nu de kans om in het ziekenhuis te komen of zelfs de IC? Hebben jullie tabellen daarvan op leeftijd en vaccinatiestatus? Ik lees de vraag voor, omdat ik heb gehoord dat heel veel mensen die luisteren hiernaar terwijl ze aan het rennen zijn of als een podcast. En dan, dus vandaar even deze service. Wat denk je, heb jij daar geüpdate versies van, Maurice? Nou, daar kunnen we wel een geüpdate versie van maken. Dat ik dacht even een tijdje dat er geen urgentie voor was, maar wat er met name gebeurt, omdat je de basisdata niet hebt. Kijk, er wordt nu om de 2 weken komt het RIVM met iets naar buiten over de vaccinatiestatus in de ziekenhuizen. Maar dat moet je de cijfers per week of per 2 weken hebben, per leeftijdsgroep, om die analyses te maken. Maar ze pakken dus 8 weken bij elkaar en leeftijdsgroepen bij elkaar, waardoor je die gedifferentieerde dingen niet eruit kan krijgen. Maar ja, we kunnen wel op basis van een aantal inschattingen en aannames die getallen proberen te maken. Maar de vaccinatiestatus, ja, die hangt vooral af met sinds wanneer, op welk moment ben je gevaccineerd. Ja. En het goede is dat bijvoorbeeld uit Engeland krijg je betere cijfers en regelmatige cijfers dan Nederland. Zelfs België. Maar jij had wel gewoon, jij had in ieder geval alles bij elkaar, had je wel gewoon de mensen van tussen de onder de 18, tussen 18 en 29 en 30 en tot 39. Jij had wel gewoon de kansen, had jij berekend om in het ziekenhuis te komen en zelfs in de IC met alle slagen om de arm. Maar in ieder geval wat ik ook heel erg leuk vond, je had ook gevraagd aan mensen, hoeveel kans denk je, hè? Je bent 85 jaar oud, of hoeveel kans denk jij dat als je corona krijgt, dat je dan inderdaad op de IC terechtkomt. En zelfs die 80 en 75 en 90-jarigen, die dachten iets van 200 keer te veel zeg maar, kansen. En de jongeren die hadden iets van 500 keer zoveel kans ingeschat dat ze daar in een ziekenhuis zouden terechtkomen. Nou, bij de oudste niet 100 keer, want dat kon niet, want die percentages die zijn wel zodanig dat je... Zijn maar zelfs daar was een overschatting. Zelfs daar was een overschatting. Ja, 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 ja. Ook Trooifabriek. Heb je inzicht in de verkoopvoorwaarden, verkoopcontracten van de boostervaccins? Een van de vragen die wij al eerder hadden. Is er een verschil? Is die boostershot, is dat een vaccin wat aangepast is op Delta? Of is dat een gewone versie? Wat ik begrepen heb, dat er geen aanpassing heeft plaatsgevonden. Op een gegeven moment was bekendgemaakt dat Pfizer gaat gewoon de testen bekendmaken. De testraten, maar daar moeten we 50 jaar op wachten. Nee, je moet het iets anders zeggen. Oh, normaal moeten ze binnen 3 jaar nadat ze die goedkeuring gekregen hebben, experimenteel al het materiaal beschikbaar stellen voor de onderzoekers, voor ook externe onderzoekers. Alleen daar hebben ze nu gevraagd of gekregen, of wordt er gesproken om dat 50 jaar van te maken in plaats van 3 jaar? Nee. Ja. Ja? Dat is wat ik begrepen heb. En ten aanzien van boosters heb ik begrepen dat het hetzelfde vaccin is als de eerste keer. En dat mochten ze gaan aanpassen, ja, dan ondertussen zal er wel weer een andere variant zijn. Ja, maar waarom zou dat in godsnaam zo... Wat heeft dat voor een zin om, om daar zo lang mee te wachten? Ja, er zijn ook heel veel wetenschappers die daar heel boos over zijn. Maar ja, ze kunnen zich permitteren als een behoorlijk deel van de macht zich daar niet over opwindt. Nou ja, wat deze dame dus, Jona Valk, we hadden het er al over, Jona Valk, Jona Valk, die is een beginnend internist, die cijfers doet bij een ziekenhuis en die echt dagelijks de cijfers van de IC bijhoudt. Hoeveel mensen gevaccineerd, hoeveel niet gevaccineerd, heeft ze ook uitgebracht. En het is haar ook, en ze is daar heel erg duidelijk over. Dit was een fantastisch interview. En een van de dingen waar zij dus ook pissig over was, is dat ze zei van, hey,
Waarom hebben die vaccinatiebedrijven, moeten die niet gewoon continu onderzoek blijven doen aan die mensen die dat vaccin hebben gekregen en die dat vaccin niet hebben gekregen? Waarom is dat niet een continu onderzoek en waarom worden die resultaten niet beschikbaar gesteld? Zij vloerden ook de grond aan met die 50 jaar voordat die resultaten bekend worden. Zij is sowieso geweldig, heeft ook al een aantal keren prima artikelen geschreven. Fantastische dame. Ja. En zij met haar partner, of althans in het ziekenhuis, Bert Mulder. Ja. Die heeft ook dus die cijfers van hun ziekenhuis ook naar buiten gebracht. En wat ook een beetje het probleem was, was ook een fascinerend. Ze hebben experimentele testen in het begin gedaan. Hè, met Pfizer, met dat onderzoek. En dan had je een groep mensen die het middel kregen, een deel placebo, maar dat niet wisten. En wat je dan normaal doet, is dat je het de hele tijd opvolgt, zodat je kan kijken wat op lange termijn het effect is. Maar wat er gebeurd is, dat ze op een gegeven moment, al na een paar maanden, hebben ze de test gestopt, zodat ook de mensen die de placebo hadden gekregen, vervolgens het vaccin hebben gekregen. Zodat ook niet meer de lange termijn effecten bij de aanvankelijke groep bekeken wordt. En ook met als reden dat het niet meer ethisch was dat deze mensen, dat vaccin zo goed, het is niet meer ethisch om de placebo-groep dit te onthouden. Dus, aanraden om dit verhaal gewoon te luisteren. Echt een geweldig. En het aardige is, dit is een toegankelijk verhaal. Niet zo die zware colleges die Maurice heeft gedeeld, maar dit is een heel toegankelijk prettig verhaal met allemaal heel veel actuele zaken. Klopt het dat je ook slechts licht besmet kunt raken omdat je maar een kleine viruslood hebt gehad, Maurice? Nou, dat is het verhaal wat ik wat vaker heb verteld. Het kan zijn, dat is ook wat die professor Bauma ooit vertelt, dat noemt hij microvaccinatie. Ja, als jij in een ruimte bent waar iemand anders wel besmet is geraakt, maar jij blijkbaar niet, dan ben jij dus met een kleinere viruslood in contact gekomen dan dat bij jou de grenswaarde overschreden is. En de theorie van Bauma is, waar ik ook wel in geloof, is dat die kleinere waarde wel betekent dat je al een eerste kennismaking hebt gehad, die kan zorgen dat de volgende keer als je in een ruimte bent, je meer nodig hebt om echt geïnfecteerd te worden, dan als je die eerste kennismaking niet had gehad. Dus dat noemt hij microvaccinatie, waarbij je dus kennis maakt met het geheel, niet geïnfecteerd raakt, dus ook nog niet zichtbare antistoffen hebt, maar het lichaam al wat kennismaking heeft gehad. Dus ik denk dat dat zeker het geval is. Gisteren bij Jinek, die inderdaad blond is, dat handen was het belangrijkste is omdat besmettingen via voorwerpen de hoofdoorzaak is. Nee, ik had een onderzoek waarbij blijkt, dat was Streek die dat heeft onderzocht in Gangelt al vorig jaar. En die is bij allerlei mensen geweest die ziek waren of die positief getest waren. En dan heeft hij gewoon allerlei monsters genomen van voorwerpen. En dan zei hij, ja, dan neem ik ze mee naar het laboratorium, maar ik kan die niet opkweken. Dat is geen materiaal wat nog kan vermenigvuldigen. Nee, daarom. Dus maar daarom zeg ik, dan stuur ik Marcel een linkje daarvan toe van dat onderzoek waarin al een jaar geleden aangetoond was dat het eigenlijk een hele kleine rol speelde. Nog een klein vraagje. Is ivermectine niet het antwoord om direct de zorg te ontlasten? Is daar data over te vinden die dat kan onderbouwen? Nou, dat is de miljoen dollar vraag. Campbell had een stuk over Japan, hè, en ivermectine, een paar dagen geleden. Ja, wie had er een stuk over? Ja, die John Campbell had een hele analyse over Japan. Ja. En ik zag het voorbij komen. Op welk moment ze ivermectine hadden. Maar weet je wel, dan zie je ook stijgen en daarna weer dalingen. En ja, dat zou best wel door ivermectine kunnen zijn. Maar het is ook weer. Ik heb het gevoel, op basis van alles wat ik gelezen heb en alle onderzoeken die er zijn, dat ivermectine wel een positieve werking heeft. En daarom heb ik het ook genomen. Welk protocol heb je gebruikt? Ik heb gekeken wat Corrie daarover had gezegd. En daar is gezegd hoeveel milligram je per gewicht. En geloof ik 4 of 5 dagen dat te nemen. En dat heb ik gedaan. Tijdens eten. En vooral vet eten is belangrijk dan. Nee, nog even een laatste vraag hier. Van Jan Paternotte wil de jongeren vaccineren. Maar is dat niet een slecht idee voor de langere termijn? Heel erg slecht. Nee, kijk, mijn punt is, als het iets was waar die kinderen erg ziek van worden, een reële kans om er erg ziek van te worden, oké. Want ik heb mijn kinderen ook laten vaccineren. Als het is omdat we zeggen dat de rest van de samenleving niet doet. Want het is gewoon, laten we wel wezen, COVID is iets
waar ouderen met name last van hebben, jongeren van minder. Jongeren moeten er een keer tegenaan lopen om een om die zelfstandig met een immuunsysteem daar een bescherming op te bouwen. Dat college van de Bossen ging daar juist over. Dat we met die vaccinatie juist kinderen zitten te verhinderen om op de juiste manier die antistoffen op te bouwen. En wat het punt is, als je er eenmaal aan begint, en dat weten we nu ook, dan moet je het op een gegeven moment nog een keer doen en nog een keer. Kijk, als je nou eenmalig iets doet, polio of zo, dan kan je zeggen oké. Okay. Maar als je dan zegt van ja, maar we moeten om de 2-3 jaar kinderen toch vaccineren omdat ze geen COVID krijgen. Weet je wanneer ze dan uiteindelijk krijgen? Als ze 50 of 60 zijn en het slecht voor ze is. Jan Paternotte, ik ben gefrustreerd over mijn partij. Waarom doe je dit? Waarom geef je ons niet meer ons de vrijheid? Waarom ben je eigenlijk een groot voorstander van al die heftige maatregelen? Samen met de PvdA, die er ook eigenlijk gewoon geen twijfel over heeft dat er gewoon de sterkst mogelijke maatregelen genomen moeten worden. Waarom ben je niet een voorstander van... waarom heb je niet sterk gemaakt voor de boostershots 2 maanden geleden? Waarom bescherm je de zwakkeren niet en laat je de mensen die het niet nodig hebben wat minder hard? Ik ben heel bang dat nu dat vrijdag met de hulp van D66 alle scholen weer dichtgaan. Alle sportclubs weer dichtgaan. En alle niet-essentiële winkels weer dichtgaan. En dat we dan echt weer gewoon een heerlijke, fantastische... Ja, en de ongevaccineerden de schuld ervan krijgen, hè? Dat is ook wat gebeurt. Dat zou helemaal erg zijn. Als dan inderdaad de maatregelen aangekondigd worden, ja. dan zijn het de ongevaccineerden waardoor het komt. Dat weet ik bijna zeker. En inderdaad bij D66 ook, maar dat heb ik dan ook vaker. Dat je denkt, ja, al die mooie principes die ze hadden en zeggen, ja, nu weet je wat die principes eigenlijk waard zijn. Wat we ook gaan krijgen, dames en heren, ik wil nog even zeggen, het stelt niets voor vergeleken met wat jij in Azië, wat ze daar voor methodes erop nahouden. Ik heb weer een update met Jurian Meijer gedaan, die woonde altijd in China, maar kan daar niet meer in. En is dus nu al een jaar woont hij in Vietnam. En in Saigon waren er op een gegeven moment 600 besmette gevallen met het Delta-virus in mei. En wat is er gebeurd? De hele stad in 24 uur per dag, 7 dagen per week lockdown, waarbij je zelfs ook niet naar de supermarkt mocht. Iedereen werd gewoon opgesloten en het leger werd ingezet om dozen met voedsel te creëren en die dozen met voedsel zeg maar voor de deur af te zetten. En die zijn daar dus, hebben er 2 maanden lang zijn daar in een lockdown geweest. En nu kan het niet meer, want de economie stortte gewoon in. Dus nu zijn ze verplicht iedereen aan het vaccineren vanaf 3 jaar. En dus ja, als je dat videootje, als je een afschrikwekkend iets wil laten zien, hoe die landen dat daar doen, dan moet je daar eens naar luisteren van hoe slecht is het in Vietnam. Australië, sommige staten daar, er is 1 staat... waar ze die, of te meerdere al, waar ze dus echt quarantainekampen hebben gedaan. Waar mensen echt naartoe moeten als ze positief getest zijn. Nee, maar Vincent. Kijk, we hebben steeds gezegd, valt het bij ons mee. Maar er gebeuren wel allemaal dingen die we een jaar geleden niet dachten dat ze zouden gebeuren. Dat we in Nederland überhaupt een wetsvoorstel hebben wat over 2G gaat. Dat had ik niet wat gedacht. Wat nu alleen een beetje naar de achtergrond gaat, omdat ze met iets anders nu gaan komen. Maar let maar op wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, allerlei dingen die we hebben zien langskomen, die zijn er aan het gebeuren. Terecht dat mijn dochter en jouw dochter blij waren dat ze het kregen. Dat ze besmet zijn geraakt. Omdat ze denken, ja, dan hoeven we de discussie over vaccineren hoeven een tijdje niet te voeren. Maar die gaat voor mij is komen. Voor mij is die 2G, daar kon ik me echt, dat is voor mij gewoon, dat is voor mij de druppel. Dat ik denk van nou, hier is gewoon geen enkel rationeel, redelijk argument voor te verzinnen. Dat ze dom waren, dat ze op de ingeslagen weg doorgingen. Daar kon ik me allemaal nog alles bij voorstellen. Dat vond ik meer echt gewoon van, ja, meer in het kader van stupiditeit. Of gewoon, ja, ingeslagen weg, zeg maar, voorkeur. Maar 2G, daar kon ik me echt helemaal niks meer bij voorstellen. Ja, ik wil even 1 ding ter afsluiting. Want ik krijg regelmatig mails, mensen die... Ja, dit een ontzettend belangrijk gesprek voor hem vinden. Echt elke week blij zijn dat het is. Dan ben ik ook blij omdat we blijkbaar zo'n een rol kunnen spelen. En tegelijkertijd merk ik dat die mensen ook wanhopig zijn. Ik ben op een bepaalde manier ook wanhopig, maar kan daar blijkbaar mee omgaan. Maar wat ik belangrijk vind bij die mensen, want die mensen hebben een soort wanhoop, omdat ze tegelijkertijd ook nog een angst hebben voor wat hen kan overkomen persoonlijk. En ik denk dat dat belangrijk is voor mensen. En ik probeer het ook in mails
aan mensen te antwoorden, maar ik kan ook niet al mijn tijd eraan besteden. Om gewoon echt proberen ja, de angst van je af te schudden. En gewoon ja, niet je te laten dicteren door eigenlijk de angst die iedereen om je heen creëert. En waar je zelf dus ook in een soort valkuil valt. Maak je eigen leven zo goed als het is. Ik bedoel, leer iets wat je altijd wilde leren. Wat je nu kan doen omdat je er tijd voor hebt. Probeer je af te leiden met dingen. Maar probeer je er niet totaal gefixeerd in te zijn. Omdat dat je leven kapot maakt. Omdat je die angst maakt je leven kapot. En ik krijg echt mensen die hoge psychische nood hebben. En die ongetwijfeld, als ze nu weer dingen gaan afkondigen. Een weer nog hogere psychische nood hebben. Maar probeer je er ook wat te onttrekken. En ja, mijn dochter die heeft nu. Ja, en nogmaals, omdat ik dan een beetje kan veroorloven. Hebben we een soort keyboard gegeven en een les om te leren piano spelen. Weet je, je doet iets wat je misschien onder normale omstandigheden niet gedaan hebt. Ja. En nu doe je dat wel. En niet iedereen kan, misschien het is gelukkig ook niet zo duur dankzij internet enzovoort. Maar probeer je een beetje in die richting, probeer iets te doen wat je dacht, nou dat had ik altijd al willen leren. Een online cursus fotobewerking. Ja, ja. Als ik zie hoe mooie foto's je kan maken en hoeveel cursussen er zijn. Hoe je met bepaalde programma's, met bepaalde computerprogramma's foto's mooi kan maken. Of maak een collage. Er zijn allerlei programma's makkelijk. Of er zijn programma's waarbij je een huis kan bouwen. Zowel virtueel of leer programmeren of leer met een spreadsheet te werken. Ja. Ik heb echt het gevoel dat je moet proberen je aandacht daar maar op te richten. Want anders ga je er gewoon aan onderdoor. Laten we daarmee sluiten, Maurice. Jongens, gebruik je tijd goed. Wees kritisch, denk na. Blijf op een gegeven moment met elkaar communiceren. Maar inderdaad, word niet verschrikkelijk gefrustreerd of verschrikkelijk boos. Dat het je leven kapot maakt. Dat doet het bij mij ook niet. Ik probeer gewoon er iets aan te doen. En ik probeer dus binnen mijn mogelijkheden om iets aan te doen. En alles wat waar ik niks aan kan doen, dat ligt buiten mijn invloedssfeer. Daar maak ik me ook geen zorgen over. Dus ik maak me ook niet gek. Maar we blijven ons wel uitspreken. Dankjewel Maurice voor deze waarschuwende woorden. En we gaan kijken vrijdag en we komen wel met een reactie. Oké. Dank jullie wel. Dag allemaal. Doei. Werkte.